Zo, so, yo guys van NNDN, welkom terug op mijn YouTube kanaal. Welkom bij de serie van Assassin's Creed Odyssey. Waar ik echt als een wilde bras met vogels door dit natuurgebied ga. We zijn vandaag in het gebied Ellis en hebben een markering gezet, een handmatige markering die op 1500 meter daar is. Voor, wilde bras. Voor de missie die met de storyline te maken heeft, namelijk de Olympische Spelen, namelijk Vallei van Olympia. Daar moeten we een Pancration-organisator gaan ontmoeten en een gesprekje mee gaan houden. Nou ja, de vorige aflevering zat ik vooral in dubio, wat moet ik allemaal gaan doen, omdat het spel zo achterlijk groot is. Moet ik nou een blauwe missie gaan doen? Moet ik verder met de story? Al dat soort dingen. Zoals dit. Wat de hel was hier? Maar echt, wat de hel was hier? So that's why the actor didn't come back. I have to help him. Dit is al de tweede locatie van een acteur van de blauwe missie van de vorige missie, zeg maar, de vorige aflevering. Maar daarom, er gaat zoveel door elkaar heen. Hallo. Naar de markering. Dat ik nu maar heb besloten om eventjes een focus te leggen op de storyline. Het is aflevering 50, het is een mijlpaal episode. Want 50 afleveringen is niet zomaar iets. En pretty. Weer een. I suppose this could be a good place to pray. Wat een plek allemaal, hè. Het enige wat ik eventjes kan bekijken of is ik dat, of ik niet zeg maar als een Magal voorbij synchronisatiepunten kom. Maar dat valt reuze mee. Er zijn niet echt synchronisatiepunten. Alleen hele grote stukken moeras en zo. En natuur. Hier, de vergeten moeras. En check al deze sidequests. What the fuck? Oh my god, deze stad. Ik ga daar een markering op plaatsen. Niet normaal, hè, hoe groot deze wereld is. Maar daarom, het is een beetje overweldigend. En als je gewoon zo'n let's play als deze groot en breed wilt behandelen. Dus niet alleen story, maar ook gewoon alle sidequests die erbij horen. Ik zag iets. Zorg ervoor dat je niet betrapt wordt op illegale activiteiten in de Vallei van Olympia. Er wordt strenger tegen... Godver, ik zag niet wat te stom. Volgens mij wordt er strenger gecontroleerd in verband met de Olympische Spelen, was dat het? Nog een keer. Vanwege een Olympische wapenstilstand. Oké. Okay. Moet je kijken hoe mooi het daar is. Daarboven die waterval. Tjongejongejonge, waarom is het zo fucking mooi hier? Wat hebben we hier allemaal? Heiligdom van Olympia. Quest van hem. Dat is gewoon Barnabas. Dit is denk ik echt een belangrijk stadje, man, in Ellis. Waarin een heel groot stuk van de storyline bezig gaat zijn. Net zoals met die eilandjes, weet je wel. Daar was Barnabas ook met zijn eigen missie. En dat was uiteindelijk een hele grote missie. Kijk even, man. Zoveel sidequests. Het is net Origins. Nou, ik ga het maar even synchroniseren, hè? Niet te doen. Dit is dus ook echt een punt waar ik later wil terugkeren als ik zie hoe verschrikkelijk veel sidequests hier te doen zijn. Dit is ook echt een best wel grote stad in een mooi natuurgebied, hoor. Ik zie echt veel groen en mooie bergen en dat soort dingen.
Ook als je zo rondkijkt, daar dat paadje wat zeg maar de berg op gaat. En heb je daarboven weer ruïnes met die waterval. Daar in de verte zie ik een fort liggen. Sowieso heel veel bebossing tegen de bergen aan hier. Maar er is echt heel veel wat ik wil ontdekken en verkennen en me mee bezig wil houden. Maar nogmaals guys, zeker nu ik die eerste markering of synchronisatiepunt heb afgerond. Ik wil gewoon verder. Verder met de storyline. We zijn nog steeds bezig met de deelnemer. En die moet hier ergens in de vallei van Olympia in het midden zijn. Dus dan zetten we daar maar een markering op. En dan hoop ik dat Phobos ons daarheen gaat brengen. Ja, ik zie zoveel belangrijke mensen die hier quests hebben, joh. Oh. I need to talk to him. Nou, daar is het. Dus ik kan meteen de markering uitzetten. Hallo. Uit. Dank je. Wow, eagle. En ik ben de eagle bearer. Nu moet ik eventjes wachten. Dat lijkt me wel sick. We wachten tot Icaros beseft dat ik stilsta, want dan komt hij op mijn armpje zitten. Ja, dit is wel echt een pittig nice screenshot voor de Eagle Bearer, right? Oké, laten we met die man praten. De organisator van de Pancratio. Oké, deze mensen jansen. Yeah, yeah. To claim your spot. I'm here for the Pancration. You must be joking. The only fighter we're missing is Testicles. He's a little under the water. I mean, weather. I'm the one taking his place. Okay, okay. Save it for the fight. This is unprecedented. But the crowd will riot if the Pancration is cancelled. Very well. The competition begins shortly. Time to go. Oh, smooth broekje. Nou snap ik waarom hij zo zat te springen. Welcome all. It is my pleasure to introduce to you Kalias, a former champion here in the stadium, and now an esteemed judge here in Olympia. My friends, it is an honor for me to introduce this event, one so close to my heart. The Pancration! I will not delay you with words, for we all want to see action. For Zeus, let the competition commence! Ha ha ha! I'll squish you like a bag! Oh! Ha! You'll be easy! It hurts! Where's your tough talk, God?
Twee keer laten mappen, afgemaakt. That was your best. That was but the beginning. What? Now that our contestant is warmed up, let's see what he can do against Erastos. Worden ze steeds kleiner of? Good luck. Ik vind Alexios echt een heel toffe karakter, ook met die. Don't blink, or you will be seeing stars. Bam, ook met die littekens van hem. Tjonge jonge, dit ziet er vet uit. The crowd loves you, but you're not done yet. Not done? A fine offering to the gods, wouldn't you say? Soon, we will return for the final contest. The mighty Alexios against our reigning champion, Voriavs! Ah joh, Alexios, dat kan je wel, joh. You're the freaking eagle bearer, dude. Je bent een god. Alexios de god. Astounding! To think I could be a companion to an Olympic champion. Oh, you're even better at sparring than I am. Though, if Socrates were a more willing partner... Alcibiades, are you all right? I was with my friends, Demophanes and Callias. Respected Olympic judges, no less. Too much cheap wine? You look like you drank from Medea's cup. Medea's cup? You think he's been poisoned? You were celebrating? It's the Olympics. What's not to celebrate? We were at the Leonidaion. If you've been poisoned, I need to find these judges. Poisoned? Do you think that they could be too, or... No, never. They're good men. You can't think one of them. They host a celebration every Olympics to celebrate the sacred truce. Stay with him. I'll find out what happened. Extend to me your olive branch, and I will take the grove. Oh, wow, hij is een sectelid. Fucking vet. Dit is dus onder andere ook weer een reden waarom ik zo graag verder wil met het verhaal. Ik kan nagaan. De titelverdediger is een sectelid. Callias groeide uit tot een fantastische Olympische Spelenkampioen. Een fantastische Olympische kampioen. En vanaf dat moment werden zijn overwinningen legendarisch. Iedereen in Olympia die hem kende, hield van hem. Niemand had kunnen vermoeden dat hij... met de Olympische uitslagen zou knoeien. Allemaal met de reden... de sekte. Heel erg vet. We gaan hem aanpakken natuurlijk. We gaan hem stoppen. What the fuck? Oh. Oh. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Oh. Oh. Ik ben zo vergiftigd. Oh. Oh. Oké, ik ga dit snel oplossen. Iedereen vecht en is blij. Vecht? Viert en is blij. Iedereen is aan het zuipen. Wat sick eigenlijk dat zo'n titelverdediger een sectelid is. Zo hebben ze dus een vinger. Wow, wat is dit mooi. De tempel van Zeus. Holy shit. Maar zo hebben ze dus overal een beetje macht. Overal... kunnen ze macht over uitoefenen en hebben ze... ja, hoe kan je dat zeggen? Ze kunnen manipuleren. Omdat ze in allerlei verschillende takken macht hebben en invloed, kunnen ze manipuleren. Dat is zo fucking gevaarlijk aan de secte. Sanctuary of Olympia.
where the greatest athletes compete for fame and glory. Praat met iemand. Wat is dit nou voor rare missieomschrijving? Praat met iemand. This was definitely poison. And Alcibiades wasn't the only victim. Zo, mensen zijn oprecht dood? Dat is wel heftig. En daar komen wij nu even achter. Maar dat betekent dan toch dat dit elk jaar met de Olympische Spelen raak is? Als hij gewoon mensen vergiftigt. The truce is fragile enough. Maar zoveel vrouwen ook dood. Waarom zou je deze onschuldige mensen die niets met die shit te maken hebben dan ook vergiftigen? Of ze hebben er juist wel mee te maken en hun zijn de hogere macht van de Olympische Spelen. En hebben zeggenschap over de uitslagen. En dat is hij aan het beïnvloeden en manipuleren op deze manier. Ik moet hier binnen zien te komen. This proves it. Poison. It must have been added to the food and wine. This food smells strange, but it's not rotten. A supply list for the celebration. And the merchant's name. Time to pay this Priam a visit. Vet. Praat met deze koopman. Ja, dat is vet. Kijk guys, met de spulletjes die we net hebben gevonden, onder andere dat lijstje, kunnen we nu deze koopman confronteren. Wat me ook is opgevallen, als je boven in het scherm kijkt, zie ik dat het sectenlid dus echt heel erg in de buurt nu is. Want die loopt hier dus gewoon rondjes. Die loopt hier gewoon in deze stad rond. Hier, als een of andere titelverdediger. En wij kunnen hem dus elk moment gewoon ten onder laten gaan. Daarnaast ben ik ook wel heel erg benieuwd wat al die uitroeptekens, jongens, al die uitroeptekens hier in het stadje voor missies zijn. Misschien zijn ze wel heel belangrijk. Fuck, zit superveel bloed in zijn gezicht nu. Hij zit helemaal vol met bloed. We're going to have a conversation. Please. Please, I was just doing what I was told. Now you'll do what I tell you. Oh, please. I thought we were just trying to make them slow. You know, so they lose. Win a few drachmi. My friend Alcibiades may already be dead. And you're talking about drachmi? The golden boy. I was there. He didn't have much. If you can get him the antidote, he'll survive. Tell me where it is. They're sure to have it at Fort Coroibos. A man there paid me to do this. Look there. Whoever did this will pay. But I'll take care of you first. Bye. Het valt me ook nu pas op dat hij gewoon werd beschermd door een sectewachter. Dat zegt alweer genoeg. Met die rare streken. Wij laten nu gewoon ook een pad van vernietiging achter. Hè? Al die sectestappen, die maken wij weer ongedaan. En we rekenen dus af met de mensen die er ook maar iets mee te maken hebben. Dus het is ook voor de secte ook wel eng om daarop terug te kijken. Dat Alexios zo gedreven is om wraak te nemen. Waar zal het zijn? Het staat in het noordelijke gedeelte van de vallei van Olympia, dus dan moet hier ergens het fort zijn. Het eerste wat ik weer hier ga doen is synchronisatiepunt pakken.
Nou, Phobos, kom. Gaan we even naar het synchronisatiepunt en gaan we daarna naar het noordelijke gedeelte van de vallei van Olympia voor dat fort. Maar ik moet zeggen dat ik het wel een heel mooi gebied vind. Het is echt een heel mooi natuurgebied hier. Gast. Really? Dus dit is als je... Kijk, als je gewoon klikt op wegvolgen, dan volgt hij de weg. Dan druk op driehoekje om naar de markering te gaan. De markering ligt daar. En dan gaat hij terug naar de stad rennen. Nou ja, het zal wel. Dit is wel echt typisch Grieks, though. De type bomen net en planten die voorbij kwamen. Moet je daar ook kijken. Daar ligt de stad waar we net vandaan kwamen. Maar daarboven op de berg heb je weer een of andere tempel of iets dergelijks. Ja, er zijn zoveel gebieden in de buurt, joh. Hier is dat moeras waar we naartoe kijken. Het is gewoon echt een hele grote game. Maar laat ik eerst even hier beneden kijken. Echt? Helemaal niks? Nou, dat had ik niet verwacht. Nee, oké, dan gaan we een fast travel maken en dan gaan we richting het noordelijke gedeelte van de Vallei van Olympia. Om naar dat fort toe te gaan. Oké, welkom terug jongens in de stad waar de Olympische Spelen waarschijnlijk wordt gehouden. Best wel een mooie naam heeft deze stad ook. Maar check, daar hebben we die foto gemaakt met die eagle. We moeten dus daar achter dit speelveld moeten we zijn voor een bepaald fort. En dat fort... Ja, dat heeft nu weer te maken met al die vergiftigingen, dus daar zullen we ook weer achter gaan komen. Hoe zou het zijn als je hem nu al verslaat? Kan je misschien met hem praten? You stink, Scram. Ik heb de game zojuist opgeslagen. En nu is het sectorlid verslagen. Dit is gek. Halve veld rent achter me aan. Ik heb gewoon het sectorlid verslagen. Wat de fuck gebeurt hier? Maar heb ik nu ook niet... Hé, dat is raar. Ik heb ook geen missie gehaald of zo. Ik ga het ook gewoon terugladen, want dit is een hele rare verloop van het verhaal, vind ik. Het lijkt mij vetter om juist tegen hem te vechten in een soort eindgevecht en dan opeens erachter komen, ik weet wie je bent, je bent een sectelid, klak, en hem dan vermoorden. Dat is zieker dan
wat ik nu heb gedaan. Maar goed, de mogelijkheid zit er dus in om die guys zomaar te vermoorden. Best wel raar, ik ga mijn game terugladen. Go bother someone else. Go bother someone else. Is goed. Hij heeft al door dat ik hem door heb. Maar goed, daar bemoei ik me er lekker niet mee. Weg van het sectelid. Ook een raar idee om oog in oog met een sectelid te staan, though. Zonder dat hun jou aanvallen. Maar goed, hij zit nog in zijn rol, hè. Hij probeert nog geheimzinnig bezig te zijn. Terwijl wij hem gewoon al lang door hebben. Staat een fucking groot secte-icoon boven zijn hoofd ook. Maar goed, sure. Wij gaan naar het fort toe en daar ga ik eventjes het een en ander fixen. Om deze missie over de Olympische Spelen en in ieder geval het manipuleren van de Spelen met uitslagen, knoeien en zo, mensen vergiftigen. Dat gaan we een beetje proberen op te lossen hier. In het vocht. Vocht, rooibos. Rooibos. Ik heb zin in een pochje rooibossteen nu na deze benaming. Verwoest huis ook echt. Wat is dit voor creepy sound effect, hé? Hey? Waar is die Steely? Daar is Kist. Huh? Oh, je moet ook helemaal naar binnen. Oh, het is er zo heen. Waarom staan er daar nou gewoon twee dames gewoon met elkaar te communiceren en ik jat alles weg en het boeit ze niks? Kijk hoeveel bloed ook. What the fuck is hier gebeurd, guys? Ik sta meteen tegen de fucking kont van een paard aan te kijken. Chill. Echt gekke shit. Ik vind mijn huidige kap mooier. Vaardigheidspunt. Nou, drie keer raden welke ik ga investeren natuurlijk. De nieuwe DLC vaardigheid, die lijkt me echt ziek. Oké, nou dan pakken we die er even bij. Dit is hem. Kijk, je maakt een soort machine gun van je boog. Snelvuur, klak, 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 klak. Die lijkt me erg sick. En die moet ik dan plaatsen op vierkantje. Oh, ik had niet verwacht dat dat hem zou worden. Dat je hem handmatig moet instellen. Zo. Dan je boog. Dan vierkantje. En dan kan je heel snel schieten. Oké. Okay. In ieder geval, guys. Ons avontuur gaat verder op naar het fort. Jongen, die fucking Alexios die rent wat af. Want stel je zou dit in het echte leven in zo'n berggebied als deze. Stel je zou gewoon berg op berg af de hele tijd rennen. Dan word je toch doodmoe. Is er een synchronisatiepunt bij ofzo? Dat dit... Oh, het is een secret entrance. Veel te vet. This must be the antidote. Fortje ook wel, hoor. Oké, okay, best pittig. Wat kan ik nou nog scannen? Kom op. Dat. Top. Ik denk dat ik heel veel in kaart heb gebracht. Dus dit gaan wij eventjes lekker fixen. Ik heb er oprecht zin in.
Zoek het tegengif en neem het mee. Het laatste wat we gaan doen deze aflevering. We gaan er wel heen. Via deze secret way. Als ik daar überhaupt in kom. Oké, it's very secret. Ik zie echt geen moer. Wel echt cool, man. Cool dat dit zo'n hidden entrance is. Dus die gasten in dat fort waar we dat tegengif moeten fixen. Die hebben eigenlijk geen idee waar we vandaan komen. Dat maakt het wel nice. Maar je ziet dat hier gewoon mensen zijn verdronken ook. Misschien mensen die uit het fort wilden ontsnappen op deze manier en het net niet haalden. Skeletjes met een roestig zwaard op zak en zo. Waar komt dit uit, is de vraag. Hier, ik ben in één keer in het fort. Secret. En dat is best wel very nice. Wat ik al zei, jongens. Het laatste wat we doen deze aflevering. Hoe sterk zijn al deze mensen dat ze niet in één keer sterven? Dat vind ik echt kut. Dat vind ik echt kut. Something not right over there. There's nothing. I'm losing it. Hier, alleen als ik driehoekje ingedrukt hou, dan lukt het. Nou, totaal niet chill. Oh, kijk, iedereen komt ook. Wat kut. Ja, of juist handig. Who's doing that? What? Hier, hij verdwijnt ook al. Kijk iedereen nou neergaan. Zelfs die hele belangrijke guy. Echt wel heel kloter dat het niet gewoon met de normale assassin aanval kan, want mijn adrenaline die bouwt nu af. Bij elke kill bouwt die af. En dat zuigt gewoon, want ik kan het dus nu ook niet meer opbouwen. Ik kan het niet stealth opbouwen in ieder geval. Blijkbaar wel. Hij was weer heel zwak opeens. Hier, het varieert enorm. Dat is echt raar. Find who's doing that. What's that? What was that? Hey, waarom zijn deze nou wel weer opeens zo zwak dat ik ze wel weer kan one-hitten, zeg maar. En sommige niet. Dat maakt het echt heel verwarrend. Maar goed. I don't care, to be honest. Huh.
What the gods was that? You're just making this more fun. You're strong. Zo dat niemand anders het door heeft. Waarom hoor ik nou opeens dat heftige geluid van een huurling? Waar is die huurling? Oh daar, what the fuck? Daar beneden Palmarch. Ja, ik kan gewoon voor het tegengif gaan. Ik kan het natuurlijk ook gewoon op een zieke manier allemaal uitschakelen. Twijfelgevalletje. Je kan beter gewoon het fort meepikken, toch? Zo aan het einde van de aflevering. Geen kist. Hoppa. Ik vind het trouwens vrij frappant dat mensen maar blijven vragen: yo Denna, wat is die skill dat mensen verdwijnen, lijken verdwijnen als je ze killt? Ik heb het letterlijk uitgelegd 1 aflevering. Dat is een DLC skill. Welke hond is dit? Level 42. De manische. Lekker ontwijken dus. Godverdomme, komt die gast er ook weer aan? Wat is out there? Helemaal niks. Naar binnen, hoe irritant, hé. Wat is hij nou toch aan het doen?
zich lekker bezig. Ik saboteer deze meteen. Dan werkt die val gewoon niet meer. Tenminste, werkt het signaal niet meer. Dat is nu een val. Daar is het tegengif. En nou kunnen we dat terugbrengen om natuurlijk de missie af te ronden. En de aflevering af te ronden. Maar toch ga ik nog even verder hier. Paarse patas. Oké, dan niet. Alleen de pole march, jongens. Alleen de pole march. Waar is die flikker? Die flikker is daar. Helemaal klaar hier, heerlijk. Rooibos, oh ja, dat is een theetje na deze aflevering, dat klopt het ja. Dat klopt het ja, lekkere zin daarna. Nee, dat kan ik me nog herinneren toen ik hier aankwam. Beetje rooibossie. Wat is een flats, jongens. We gaan de missie inleveren en dan sluit ik de poort af. Surfen nog, doen we denken aan Zelda. Oh, die kunnen we binnenkort vervolgen. Tegenwoordig kunnen namelijk weer fucking Nintendo video's op YouTube. Fuck yeah. Nou, met heel veel spoed richting Alcibiades. Want die guy is half aan het sterven, is vergiftigd en zo. En dat allemaal in de vrolijke periode van de Olympische Spelen. Daar waar juist iedereen blij is en ding aan het vieren is, wordt hij even vergiftigd. More wine, please, to wash away the taste. A treatment worthy of Hippocrates. I can already feel my stamina returning. Didn't you have one last fight in the Pancration? Let's go. Oh,
Oké, staf van Athene, hoogspel gehaald. En ik denk dat we dat gevecht gaan doen in de volgende. Ja, Pankration. We gaan dat gevecht doen in de volgende aflevering. Het laatste gevecht. En dan gaan we gewoon tegen dat sectenlicht vechten. Waar ik dus in ieder geval een poging deed om hem ook al te verslaan voor het gevecht überhaupt begon. Dat was dus mogelijk. Maar nou gaan we de volgende aflevering verslaan in een cool gevecht. Ik ben daar heel erg benieuwd naar. Ik ga jullie bedanken voor het kijken, het liken. En tot de volgende aflevering, guys. Later.